De berovingen in het Matawai-gebied zijn minder geworden. Dit verklaart districtscommissaris Walter Bonjanski van het resort Boven Kopenhagen in gesprek met de redactie. De burgervader voorspelt echter voor eind van het jaar weer een piek in het aantal berovingen, omdat dit bijna elk jaar het geval is. Vooral met de Brazilianen. Maar de ladies, ik stel even om dat we Messi, Bacardi, de man doet de biggie berovingen. En even bij de beelden dat we zien dat biggie berovingen. En dan de Brazilianen, de man, ik roze u aan de tak nanga wan feestuur wapen, de man nanga biggie zware wapens de man de. Maar we betak nanga ministerie voor justitie en politie, zowel corruptie. De man korekel was aan dat de permanente de scooter die in het gebied is patrouilleer, was scooter pas bij op dat in Krabudoi. En dat maakt ook een respect om aan de fadisse, maar ik kan verwachten zeker dat de man begint naar de slagbakken. Zodra die zijn maar door om in te zijn, de voerman de rovers, die zijn maar naar allemaal ewanja jari, maar naar smamoni, de man ewanja jari. De DC waarschuwt de lokale gemeenschap om de laatste maanden van het jaar extra voorzichtig te zijn. Hier is voorzichtig die naar criminaliteit, ook Surinamers. Maar we want begi den boy, vooral de Surinamers, dat je sa je uroko na dat afio, sa atras ma uroko na fin, met moeite fi uroko fi fin, du fi dat verdienet op elk manier. En plus ik te kwans masani. En plus in o te kasan fama uwa da yo jama man cheri of ye kira man. Dus je teka ma libi. En dat na wansan sang he gro tape kera af. Fu go kira wans ma fu insani. Da im teke. Dus mi wan begi ala den man sa e roof. Tak yere mek delibasan dati. De DC roept vooral de jongeren van het gebied op om waakzaam te blijven. Het Matawai-gebied is namelijk uitgestrekt en er kan niet overal controle plaatsvinden, ondanks dat de politie momenteel in het gebied aanwezig is.